Zo, ik ben aangekomen hier aan de woonwijk van Terneuzen-Ottene, hier de Laan van Ottene. Dus het is ook interessant om terug te keren bijvoorbeeld richting Vogelwaarde of zelf Hulst. Ik ben niet verplicht van de N290 te gebruiken als fietsroute. Natuurlijk is het een beetje omwegen, maar bon, het is ook wel aangenaam even niet op de grote baan te zijn. Hier is het ook bijzonder rustig, want het is afgelegen van de provinciale weg. Het is een pracht van een fietsweer en ja, er is wel veel wind. Ik zeg, fietsen kost geen geld, iedereen kan gaan fietsen. Je bent vlug in Hulst, in Terneuzen, aan de grensregio. Die Laan van Ottene is wel nog een redelijk stuk. Ja, die zone hier is ook verschillende keer gefilmd geweest met de drone. Dus ook terug te vinden op mijn profiel. Dus wel mooi. Vanuit de lucht heb je een prachtig overzicht. Langs deze middenroute gaan. Normaal, die gewone windvlaggen voor hier, vlakbij de Westerschelde, is dat je wel kan dagelijks meemaken. Ook wel mooie waterzones hier. Ik zeg, mensen die veel fietsen en die graag hun beelden delen, is bijzonder interessant van een actioncam te hebben, want anderen kunnen ervan genieten van de beelden en hebben zo ook wel een overzicht van de zones. Maar hier ben ik aan een eindpunt. Interessant hier van nog een keer een nieuwe dronevlucht te maken hier. Ik zeg, er is toch weer verandering hier aan deze locaties. Nu is niet echt veel inwoners. Als je ziet de binnenstad, aan die appartementsgebouwen daar aan de Westerschelde en nog heel deze woonwijk die er nog bij komt.
Oh, hier heb je ook, ga zien als het er nog staat, van de voormalige burgemeester. De benaming. Nog een speeltuin. Ja, het staat er nog. Ja, de route is niet zo goed, maar bon, ik kan er wel nog even naartoe gaan. Ik ben hier op een soort strandroute. Ja, het Jan Loningpad zal waarschijnlijk wel een mooi pad krijgen. Want er zijn verbouwingen hier, dus hier nog even. Dus Jan Loningpad. Dat is burgemeester van 2003 tot 2021, dus recent. Zo, ik ga nu even terug van het Jan Loningpad, maar toch even afstappen van de fiets. Er is daar een grapje tussendoor. Je ziet hier ook, er is absoluut geen hinder van de provinciale weg, je hoort niets. In Vogelwaard is dat idem, als je dus 2 kilometer afstand, je hebt dus absoluut geen lawaai, geluid van de provinciale weg. Uitgenomen daar aan Rakenburg hebben ze wel druk verkeer van de vrachtverkeer en zo, maar dus hier is het wel bijzonder rustig. Het is hier ook wel veel veranderd. Dat was natuurlijk al in de bouw en praktisch afgewerkt hier. De locatie van deze huurwoningen, vermoed ik nog altijd, de meeste toch. En het stond toch wel zo op het net. En daar ook de bijkomstige constructies daar. Ja, wat wielrenners. Natuurlijk, de zondag bij Hulst is het vol met wielrenners. Die komen uit België. Doen de ronde dan tot Terneuven. Via Walsoorten. Ja, je hoort al aankomen. Wat zal ik je vertellen? Terneuzen heeft toch wel recht op een treinstation. Het is wel een feit als je ziet de grootte van de binnenstad, de woonwijken. Nee, het treinstation daar die aanwezig is, gaan ze moderniseren voor het vrachtverkeer. Dat stond recent in de krant. Maar waarom geen passagierstransport uitvoeren met verbinding België? Het zou heel wat voordelen zijn voor wie dat dagelijks in Terneuzen moet zijn of omgekeerd, en ook voor het dagtoerisme. Zo, deze route hier gaat naar de provinciale weg. Ja, te vergelijken met de schoolstraat van Vogelwaard. Dat is ook zoiets, maar wel nog een, ja, geen fietspad daar, dus eigenlijk idem. Ik kan u wel even die route doen. Dus de schoolstraat in Vogelwaard heeft dus ook een dergelijke route.
En de andere baan daar van Rapenburg heeft wel een deftig fietspad. En dus via de rechterkant ga je dan ook naar Terneuzen ziekenhuis, alleen met de aansluiting van de N290. Ja, ik zie daar ook de McDonald's diagonaal, het symbool uitsteken daar. Ik ben daar geen voorstander van, maar bon. Er is daar inderdaad de McDonald's wel een stuk verder. Provinciale weg in beeld, er zijn voertuigen, je hoort niets. Er zijn wel redelijk veel fietsers in de stad zelf, heb ik gezien, rond bepaalde winkelcentra's en ja, ook in Zuidpolder. Maar fietsers die fietsen tussen de zones, zie je minder in het algemeen. Buiten natuurlijk de wielertoeristen. Wielertoeristen. Twee joggers daar. En aan de linkerkant dan Zaamslag. Dat is toch, toch wel een drietal kilometer. Zo, de N290. Hier is het wel bijzonder druk in de week. Voor ja, Terneuzen Hospitaal en zo. Dus linkerkant naar Hulst en ook ja, ondertussen Zaamslag met de fiets. Zo, ik ga deze video hier afsluiten. Dat is nog even interessant. De woonwijk daar, alleen een stuk Otene. Ik heb natuurlijk ook wel straten in links en rechts. Dan hier een verbindingsroute. En dus ook een verbindingsroute de andere kant via het brugje daar. Zo beste mensen, tot de volgende. Tot meer.